Meneer Van Grieken, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de auto van Radio 2. Dankjewel. Waar mogen wij u vandaag naartoe brengen? Naar de buurt waar ik geboren ben, naar de Carnotstraat in Antwerpen, de stationsbuurt. De stationsbuurt, hartje Antwerpen. Hartje Antwerpen. Hartje multicultureel Antwerpen. Daar bent u opgegroeid? Daar ben ik geboren en ben ik opgegroeid de eerste 10 jaar. Dus, wat dan, herinneringen heeft u daaraan? Maar natuurlijk de eerste 10 jaar, dat is nu niet de meest periode dat je het meest indruk in hebt. Ik heb wel een mooie tijd meegemaakt, maar ook voordelen gezien van die multiculturele samenleving, maar ik heb ook heel veel nadelen ervan gezien. Ja, want verhuizen, dat heeft u dan al gedaan op 10-jarige leeftijd. U verhuist nu ook van het Vlaams parlement naar het federaal parlement, klopt, als het goed gaat. Waarom die switch? Want er zijn tal van zaken, maar misschien is de belangrijkste beweegreden wel toen met de regeringscrisis over het Marrakesh-pact. Dan zit je daar in het Vlaams parlement wel een beetje een kas op te eten, want daar brandt dan de lamp. Maar Philip de Winter zat toch in dat federaal parlement? Ja, ook maar we hebben enkele bekende Antwerpse kopstukken. Het zou stom zijn om zo'n beide lijsten op één lijst alle twee uit te spelen. Maar jullie zijn gewoon gewisseld, hè? Want Philip de Winter gaat dan naar het Vlaams parlement. En Philip de Winter gaat terug back to the roots naar het Vlaams parlement, waar hij al 25 jaar ervoor heeft gezeten. Ja, wat is het federale thema voor deze verkiezingen volgens u dan? Ik geloof dat er niet echt één federaal thema is deze verkiezingen. Om de 2-3 dagen is wel iets anders hot. Maar ik ben er heilig van overtuigd, en alle onderzoeken wijzen het ook uit, dat altijd immigratie en identiteit altijd in de top 2 staat. Soms wordt er iets oversprongen, maar eigenlijk liggen mensen vooral wakker over identiteit. En als je mijn partij nog vraagt, koppelt je dat ook nog eens aan de kostprijs van sociale zekerheid? Ik denk dat daar mensen van wakker liggen. U pleit zelfs voor een totale migratiestop. Ja. Hoe realistisch is dat, meneer Van Grieken? Maar de migratie compleet tot nul herleiden, dat kan natuurlijk niet. We gaan nog geen muur rond Vlaanderen bouwen. Maar ik denk wel dat we een grote pauzeknop nodig hebben voor meer dan 10 jaar. Want die zogenaamde diversiteit en die verrijking is dat helemaal niet in de praktijk. Ik denk dat onze samenleving een pauzeknop nodig heeft. Ik zeg altijd, een samenleving is een tasje thee. Je doet er een klontje suiker in en je lost op. En dat is zelfs een verrijking, dat is lekkerder. Mm-hmm. Want vandaag u zei, ik ben opgegroeid in een multiculturele buurt. Wat waren de voordelen die u daarvan ondervonden heeft? Maar de voordelen, omdat je met verschillende culturen wel in contact komt. Maar de voordelen wegen absoluut niet op ten opzichte van de nadelen. Ik weet bijvoorbeeld, als je dan een jonge puber bent, zoek je naar je eigen identiteit. Iedereen mag zijn identiteit beleven. Turk, Marokkaan, God weet wat. Als je zegt, ik ben trots Vlaming, dan waren er van die leerkrachten die u vies bekeken of u er moesten op aanspreken. En als echt die multiculturele samenleving al zo geweldig is, wat ik betwijfel, maar bon, als het toch zo geweldig is dat iedereen zijn cultuur mag beleven, wel, wij dan ook, de Vlaamse cultuur hier in Vlaanderen, we hebben er meer dan ooit recht op. U mag eens kijken in het zijvakje van de deur, rechts van u. Daar zit een verrassing op de tablet, die mag u gewoon open doen. Je heeft dat gele hesje, was dat we gingen betogen. Nee, dat mag u ook aandoen als u dat fijn vindt. Dan is het Parijs waar we toe moeten. Mag ik al op play duwen? Doet u maar. Beste meneer Van Grieken. Hallo. Je bent vier voorzitter van het Vlaams Belang. Toegegeven, je bent niet zo veel gebekt als Philip de Winter, heeft minder mooie benen dan Anke van der Meers en bent minder besproken dan Dries van Langenhoven. Hoe lang houdt u al die ongeleide projectielen nog in het gareel, meneer Van Grieken? Ja, waar staat Vlaams Belang nu eigenlijk voor, meneer Van Grieken? U probeert altijd te doen zoals de andere politici, om het kort door de bocht te stellen. Philip de Winter is dan misschien meer iemand die voor de zweeppartij gaat, de felle taal. Wat is het Vlaams Belang nog in 2019? Maar het Vlaams Belang is een duidelijke Vlaams nationale partij die graag meer bevoegdheden naar Vlaanderen wil en zult zorgen dat Vlaanderen Vlaams genoeg blijft, waardoor we heel harde problemen hebben met massa-immigratie en die multiculturele samenleving. Maar ik ben het niet eens met die sympathieke jonge gast hier dat het Vlaams Belang bestaat uit ongeleide projectielen. Iedereen vertegenwoordigt hetzelfde partijprogramma. Natuurlijk, ieder op zijn eigen stijl. Het zou toch wel een saaie bedoeling zijn als het Vlaams Belang een hele partij is met allemaal Tom van Griekenkes. Dat zou een beetje een saaie bedoeling zijn. Vanaf welke score bent u tevreden? Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Vlaams Belang rond de 13% in heel Vlaanderen. Vanaf wanneer zal u een tevreden voorzitter zijn bij de verkiezingen van mei die eraan komen? Maar je moet appelen met appelen verrijken en peren met peren. We komen van 5,9%, we waren de kleinste partij. Dus alles wat boven de dubbele cijfers zit, alles boven de 10%, is een succes. Maar het is een publiek geheim dat we ook uiteraard graag het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen willen evenaren. Maar daar beslissen wij niet over, daar beslist de kijker over. Ja. We zullen er misschien een beetje muziek bij halen, wat denkt u?
Goed idee. Laten we luisteren. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar. André Hazes junior. Leef, een heel bekende hit, platgedraaid op alle radiostations. Waarom kiest u dit nummer, meneer Van Grieken? Maar tal van redenen. Meestal zoeken politici als ze een liedje moeten uitkiezen omdat het een diepzinnige tekst heeft of zo. Ik vind het gewoon iets waar ik heel vrolijk van word en dat mag ook muziek gewoon zijn. Ja. Maar twee, het gaat over, het lied begint over een man die niet meer lang te leven heeft. En dan begint André Hazes junior te zingen, leef, leef, leef. En ik heb vorig jaar, een jaar en twee maanden geleden, 80 dagen gezorgd in volle verkiezingsperiode met mijn terminale moeder. En ik heb haar het laatste verzorgd, ik heb haar ook meters naar huis genomen. En dat liet me er ook altijd een beetje aan denken, dat ik toch, ik ben echt een workaholic, dat ik er toch tijd voor moet nemen. Maar of ik dat nu al echt heb gedaan, daar moet ik misschien mijn schuld in bekennen. Maar eigenlijk is het wel zo. De dingen waar we het ons dagelijks soms zorgen over maken, ja, dat is in het niks als je iemand die je graag ziek kwijtspeelt. Zijn dat thema's waar Vlaams Belang, jullie komen minder met die zaken in de media of onder de aandacht, zijn dat onderwerpen waar jullie ook veranderingen voorstellen? In de zorgsector bijvoorbeeld, zijn dingen die we niet vaak van Vlaams Belang horen? Ja, natuurlijk. U mag me altijd uitnodigen, ik kom iedere dag met u meerijden als u daar iets wilt over horen. Zeker in zaken zorg. We houden niet van die doorgedreven privatisering. Er moeten meer handen aan het bed. En ik heb gezien toen mijn moeder terminaal was, en die verpleegkundige en die zorgkundige. En dat zijn engelen, hè. Die werken dag en nacht, proberen het comfort zo goed mogelijk te voorzien. En als je dan ziet soms met hoe weinig mensen die op een gang moeten staan. Ik heb wel wat mensen die in de zorg staan, ook in mijn familie. En soms alleen een hele gang van 30, 's nachts. Ja, dat is, ja, daar merk je gewoon. Ze zijn bezig met vooral administratie te doen en niet meer een tijd met een babbeltje. Mijn moeder zaliger zei, ik moest soms op godogermen anderhalf uur, twee uur, zeven mensen in bad steken, uitkleden, bad steken, wassen. Ja, dan zit er niet veel tijd over, een babbeltje. Is het voor u nu gemakkelijk campagne voeren? Want u weet toch, niemand wil met u in zee gaan na de verkiezingen. U kan eigenlijk zeggen en beloven wat u wil. Niemand zal u daarop afrekenen als Vlaams Belang. Let op, al onze plannen zijn ook becijferd, maar er zijn twee soorten politici, als je het mij vraagt. Er zijn machtspolitici, dat is van N-VA tot Groen Antonio, maar één doel, zo snel mogelijk burgemeester of premier worden of minister. En dan heb je het Vlaams Belang. Als je lidkaart van het Vlaams Belang koopt, dan doet, dat is niet de beste carrièrezet ter wereld dat je doet, maar dan zit u niet tot hier, maar dan zit u tot daar, en dan wil je echt iets veranderen. En ik doe niet aan politiek om op mijn doodsbeeld te hebben staan oud-minister, maar ik doe aan politiek omdat ik mensen een stem geef die anders niet gehoord worden. Zo, meneer Van Grieken, we staan hier geparkeerd in uw Carnotstraat. Herkent u ze nog van vroeger? Ik weet hoe het er nu uitziet, maar het is niet de Carnotstraat waar ik ben opgegroeid. Het was toen al achteruit aan het gaan, maar nu voel ik me hier helemaal niet meer thuis. Ja, dan heb ik voor u tot slot nog een aantal korte vragen en een paar dilemma's. Bent u er klaar voor? Absoluut niet, maar ik zal toch moeten beantwoorden, zeker. Heel kort, wat is de grootste misvatting die over u de ronde doet? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Ik hou er niet zo bezig. Ik zit niet internet uit te pluizen. Wat zou de grootste misvatting zou kunnen zijn dat ik salonveger of minder radicaal zou zijn? Dat denk ik niet. Ik ben partijvoorzitter van het Vlaams Belang, maar ik probeer daar altijd wel op een vriendelijke en hoffelijke manier over te brengen. Christophe Calvo of Bart De Wever? Bart De Wever. Ook al heeft Bert De Wever ons absoluut niet graag en vind ik dat hij veel fouten heeft gemaakt. Maar Christophe Calvo, nee, daar beginnen we niet aan. En dan tot slot de migratiestop of het cordon sanitair dat doorbroken is? Immigratiestop. Het is geen doel van mij om een partij aan de macht te halen op zich. Ik zou dat wel graag willen, maar ik zou liever hebben dat het tot iets dient en dat de mensen beter af zijn. Dus een immigratiestop. Meneer Van Grieken, dank u wel. Graag gedaan. En blij dat u op uw bestemming bent graag. Dank u wel. Ja, dat heb ik. Fietser.